وهدى ابراهيم وي وي يا وهدى بلال يا وهدى ابراهيم وي وي يا وهدى بلال يا وهدى ابراهيم وي وي يا اخت مولو وي وي بوسي في بيتيت وي وي اكتيفيتيت وي وي negativiteit, wai wai, geen tijd voor, wai wai, heel wegen door, wai wai, Brian Vlogs. Jouw Ben, hier zijn we weer. Alles goed? Ja. Hé, hey, waar zijn we vandaag? ADO Den Haag. Bij Doemie zijn we uitgenodigd vandaag. Doemie zijn we uitgenodigd, zeg maar. Knaster. En wat is de achternaam? Omi. Omi, Nasser El Kayati. Nasser El Kayati. Want Nasser is een echte. Een echte man. Hé, hey, dames en heren, Nasser heeft ons uitgenodigd hier bij de Ado Den Haag Stadion. We krijgen een korte rondleiding. En sowieso heb ik een verrassing. We gaan hem wat vandaag mededelen. En we gaan hem ook vragen, want hij heeft een echt een super bijzonder verhaal, of niet, Bilal? Ja. Ja? Dus wij gaan nu naar binnen, het is vrij frisjes, zie mij dan de categorie. Want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Positiviteit. Doe zo. Hup. Ja. Hoi mensen. Wie is dat? Echte mannen. Echte mannen, wie is dat? Wille. Wie is dat? Hoe is het? Gaan we hallo zeggen? Kom, gaan we hallo zeggen. Kom. Hey, broer. Goed. Alles goed, jongen? Meneer? Alhamdulillah. Kijk eens. Ja. Is goed? Ja. Wie is dat, Wille? Dat is Nasser. Nasser. Knuffel. Alles goed? Ja. Moet je nog toch weer kunnen voetballen? Ja. Lang geleden met Randy. Ja. Kun je nog herinneren? Ja. Had je gescoord, hè? Ja. Ja, ja. Kom je mee even hier? Kom. Wat ben je aan het doen, Nasser? Soms liggen hier shirtjes, weet je, voor de sponsors, denk ik, toch, denk? Ja, dit keer wel. Dan moeten we ze de andere tekenen. Keer is van mijn marktplaats. Maar levert jou persoonlijk ook wat op, of? Persoonlijk levert me nog niks op, hè. 2:30 trainen, 3 uur, dat is gruwelijke tijd. Ja, maar dit is goed, dezelfde voor, hè? Ja? Hetzelfde voor, omdat we vanavond gaan we samen uit eten. We proberen ze te laten aansluiten. Weet je? Ja, ja, ja. We gaan trainen om 3 uur. Rond 1 uur, 4:30, 4:45 klaar, douchen, et cetera. En dan om 5:30 rijden we richting het restaurant samen. Weet je, dan lekker, is het man. Tijd om te eten. Als je in de ochtend traint. Ja, 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 ja. Dan moet je, zit je nog te lang tussen. Ja. Ben je vleeseter of vis of vegetarisch? Van alles. Alles gaat erin? Ja, van alles gaat erin. Ja. We doen niet moeilijk. Ja, daar is de gang en de kleedkamer van ons. Maar als we een wedstrijd hebben, komen we uit deze deur hier, waar bieren staan. Ja. En we lopen zo richting het veld. Zo het veld. Ja man, dus je bent eigenlijk een beetje hoger dan het veld hier. Maar... En dan loop je zo naar buiten. Maar eerlijk, FC, hoe voelt dat dan? Dit gevoel, zeg maar, zo hier naar buiten gaan. Ja, dit is het lekkerste gevoel, want je bent natuurlijk... je bent de hele week aan het trainen, weet je, maar... Weet je, vooral als je een speler bent die in de wedstrijd altijd wat kan doen. Ja, je, ja, wat ja, leuks ja. Kan doen, wat moois kan doen, doelpunten maken, assists geven. Dan kan je niet wachten als je de hele week aan het trainen bent. Weet je toch? En dan de hele week aan het slopen, de hele week aan het hurren op die training. En dan denk je van, oké, dit zijn mijn teamgenoten, weet je. Met hun, ja, 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 ja. In de wedstrijd ga ik andere mensen slopen. Dus dat is wel lekker. Maar als, dan loop je hier en dan loop je zo naar buiten en dan denk je van, zo, over een paar minuten, weet je, komt het eerste signaal. En heb je eigenlijk een zenuwachtig voor de wedstrijd, of niet? Ja, kijk, natuurlijk. Het is iets wat niet bij... weet je, wij zijn zoveel meer grotere clubs, weet je. Barcelona, Real. Ja, 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 ja. Zo denk ik altijd. Ja. Wat voor druk hebben hun dan, Champions League en ja. Zo. Maar ja, natuurlijk, het blijft ook... het blijft profvoetbal en het is gewoon Eredivisie. Tuurlijk, maar soms heb ik ook wel spanning. Ja, maar, en als die fluitje gaat, hoe Nou, als iemand die fluitje gaat en je hebt een paar keer die bal aangeraakt, dan zit je al erin. Lekker in de restaurant. Ja, dan zit je lekker in die wedstrijd en dan is het gewoon lekker, lekker voetballen, weet je. En proberen te hurren. Ja. Ja, man. Ja. Breken, hij bedoelt breken. Ja, breken, ja. Ja, oftewel breken, ja. Kom je zo als speler? Ja, dat is ook normaal een beetje hier, weet je. Als ik het goed heb, hè. En dan die scheidsrechter pak ik dan die bal. En dan hier beneden, in de gang.
Hier staan we dan echt, wij staan altijd rechts, ik weet niet waarom. De thuisploeg, weet je. We staan er nu gewoon achter elkaar, alle 11. Ja. En de tegenstander staat dan hier. Gaan we hier, dan de meeste van die, weet je, van die kleine boys die verschillend, weet je, elke week is het voor iemand anders. Is iemand anders weer de gelukkige elke tijd, is het, dat je van die kleintjes. Maar zijn dat gasten die hier voetballen of gewoon melden ze zich aan? Of ik weet niet precies, maar ik denk dat het gewoon via de club gaat, weet je, want ze doen heel veel maatschappelijk, ADO Den Haag. Ja. Ze zijn echt heel goed in. En dus ik denk dat ze dan, weet je, verschillende groepen hebben. Ja, ja, ja. Die dan moeten verdienen op een bepaalde manier. Ja. Dat ze dan die uitnodigen om een keertje met ons mee te lopen. Dus dat is wel, ik vond het ding gewoon vroeger. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ja man, en dan kom je hier. Iedereen compleet, 22 mensen, dan lopen we zo naar buiten, man. Ja man, dan gaan we beginnen, man. Zo. Ja man. Dit zijn ze, hoor. Ja, voor prachtig stadion, weet je. Vooral als je je naam zo hoort. Nasser! Ja. El Kayati! Ja man, dan denk je van, die moet eigenlijk nog een keer omgeroepen worden. Dus één keer zitten. Ja, is niet genoeg. Ja, wat is jouw mooiste moment hier eigenlijk bij ADO? Mijn mooiste moment. Is dat de handhaving vorig seizoen of? Ja, maar dat was dan niet hier, dat was uit bij Sparta. Toen ik hier kwam stond ADO Den Haag 18e, laatste plek. Verloren nog van Go Ahead Eagles. Het ging tussen hun twee die direct zou degraderen eigenlijk toen. Ja. Op dat moment. Je speelt 34 speelronden. Ja. 32 speelronden moesten we uit bij Sparta spelen. Als we die zouden winnen waren ze al veilig. Of wel al veilig. Weet je, en uiteindelijk scoorde een prachtige goal van 30 meter of zo, is een paal binnenuit in Rotterdam. Ik ben Rotterdammer. Ik moet daar niet komen in Rotterdam, denk ik. Ja, ik denk dat dat wel het mooiste, echt een hoogtepunt voor mij. Ja, hè? Wat een ruimte hier, zeg, voor El Kayati. Dijkstra is daar weg. El Kayati, ho! Wat een doelpunt! Van Nasser El Kayati. ADO staat op voorsprong in de 10e minuut. Wat een geweldige goal. Heeft hier natuurlijk al 7 ruimte. Dijkstra is daar weg, is te laat. En dan deze geweldige uithaal via de binnenkant van de paal. De blijdschap, de euforie na de wedstrijd. Hoe we allemaal aan het juichen waren samen, dat was zo lekker. Je bent ook echt super belangrijk geworden nu voor ADO. Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja, maar ik heb ook gewoon heel veel plezier en ik word ook belangrijk gemaakt, weet je. En ja, ik doe gewoon wat ik kan. Oké, dames en heren. En Brian Blokhal in het stadion. Ja, ja. Ja, ja, dames en heren. Woehoe! Hij is een grapjas. Kom je? Oké, is goed. Willem! Kom! Op je pad. Zo, hé. Ja! Bijna! Ho! En dan komt-ie! Hop! Hupsjeke! Oké, gaat hij! Gaat hij scoren! Ja! Wat een goal! Ja, Bilal! Wat een goal! Daar kan Bilal nog heel veel van leren! Bilal! Nou, nu gaat hij op onderzoek. Ja, nu begint hij los te komen. Zo'n wasmachine heeft moeder nodig, zeg ik eerlijk. Zo! 6 kinderen en zo. Oei, deze hadden wij nodig. Hoeveel broers en zusjes heb je? We hebben 6 kinderen. 6 kinderen, toch? 2 meiden en 4 jongens, ja man. En jij bent de jongste, middelste, oudste? Nee, ik ben de ene jongste. Ene jongste? Zusje, ja. Oké. Okay. En die is inmiddels ook getrouwd, kinderen. Maar moesten jullie vroeger ook net zoals 2-3 kinderen in 1 kamer en zo? Ja. Gewoon zware ruzies en zo. Ja, met rechts. Ja. Gaan we gaan staan, moeder. 3 dagen verhalen vertellen wat we hebben meegemaakt. Wat is eigenlijk wel een wereldtijd. Tot 12 april. Ja, hè? Of onderweg naar Marokko, als we onderweg naar Marokko reden. Feestje mee? Dat was het ook. Ja, ook met een bus ook. Ik ben sowieso die bed achter aan het rijden. Die bed achter met z'n vieren naast elkaar niet bewegen. Ja, ja. Ja man, maar dat was echt super gezellig. Op een moeder die in Nederland dan al eten, weet je. Ja, ja, voorbereid. Hoe noem je dat? Die gehaktbrood. Ja, ja, ja. Tegen die... Pieter, wat doe je? Hey, hallo! Ga je op de zon zitten? Wat ga je doen? Die worden heel boos, hè?
Nee. Ik ben altijd benieuwd wat ik nu weer ga uithalen. Dat kan nooit goed gaan, dit. Nee. Wille, wil je hierin? Kom. Ja, gewoon van jou. Iedereen zijn plekje. Weet oh. Al je spullen. Dit is van mij. Moet ik zo meteen pakken om in te trainen. Dat is gruwelijk, man. Ja, Wille. Ik heb nooit iemand gezien die kleding interessanter vindt dan een stadion. We zijn allemaal voetballers die hebben gespeeld bij ADO. Hier heb je ook onze grote vriend, hier. Ja. Ali Boussabon. Ik heb laatst moest ik tegen zijn team voetballen in de zaal. Oh, serieus? Ja. Oké, was hij daar ook? Hij was er zelf ook, ja. Ja. Goeiedag. Kom van Voltas. Ja. We zijn er niet vergeten. Goeiedag, heren. Er is niks geks wat op de film... Oké. Hey, kom, gaat ze kuit, gaan we kijken? Hoe gaat hij intapen? Zo. Hey, preventief, hè? Heb je nog naar Ronaldo gekeken? Hij was niet zo goed, hè? Nee, toch? Ja, moet je hem hier hangen gewoon? Ja, absoluut. Blijf natuurlijk een legend. Ja? En is dit gewoon standaard dit? Of, dit is standaard. Dit is voor mij elke dag standaard, ja. Word je daar niet moe van? Ja. Of is het gewoon gewenning nu? Soms wel, maar ik heb het wel nodig. Dus, Want heb je zwakke enkels? Of, Ja, Interland. Dus dan heb ik het wel nodig, anders ga ik er weer doorheen. Ja, heb je dat? Ja, doe maar hier om zijn mond heen een beetje. Nee. Oh. Kies. Oh, zo hé. Ja. Nee, ik heb het gejaagd. Laatst gezegd, Filena. Wat ga je doen als Filena zijn? Ik heb Filena gezegd. Filena heeft helemaal gelijk. Opstaan. Nu gaan we naar de rust. Goeiedag allemaal. Hey. Alles goed? Ja, goed man. Hey. We moeten weer eerst. Zo. Waar zit Nasser? Ga eens kijken waar Nasser zit. Wille, waar zit ik? Ga maar goed kijken. Foto's kijken, kom gaan foto's kijken, broer. Ben ik dit? Nee, hè? Kom gaan verder kijken. Ga maar gewoon. Oh, je durft niet. Alles goed? Geef maar een handje. Of een box. Waar zit Nasser? Dat zit Nasser, hè? Hij lijkt op me. Misschien hier. Nee. Ja. Hé, hey, dit is Nasser. Nee. Oh, wat dan? Hé, hey, man. Alles goed? Ja. Ja, lekker, man. Hier, geef maar een box. Hé, hey, alles goed? Hier, geef maar een box. Ja. Waar zit Nasser? Hier. Hé, hey, wie is dat? Waar zit Nasser? Goed kijken. Zo, hé. Hey. Ja, hey, deze plek is alleen voor echte mannen. Echte mannen. Je mag hier gewoon zitten, hè? Nee? Ja? Nou, ik denk wel, we weten hoe het zit, vriend. Gaan we even kijken, man. Zo, hé. Hey. Oh. Wille, ga je opgekleden? Nee, geen. Hey. Hey. Hoezo niet, joh? Huh. Dit zit wel goed, hey. Of niet? Huh. Grapjas. Hé? Hé. Hey. Oh. Box. Ja, vriend. Hé? Wille! Wat zit hier allemaal op tafel? Ga je mee trainen vandaag? Ga je trainen met hen? Nee. Hè? Nee? En wat is dit allemaal, Nasser? Het is allerlei dingen, man, voor trainen. Weet je, van die repen, energierepen. Die je gewoon kan nemen. Je bent er vrij in. Sommigen nemen, sommigen nemen niet. Je hebt ook van die vitaminepillen. En werken ze, denk je? Ik zeg eerlijk. Ik maak er geen gebruik van. Nee? Wel van die drankjes en zo, maar echt van die repen en die pillen. Ik ben niet van het slikken en zo. Ja. Ik heb gewoon vaseline en... gewoon allerlei dingen om je eigenlijk zo goed mogelijk voor te bereiden op de training. Goed, man. Wille, wil je koffie? Wat drink je? Rijn, espresso, cappuccino? Gewoon koffie. Cappuccino zijn. Hij is toch goed. Een beetje naar achteren. Ja, zo. Oh. Rijn naar voren. Ja, hè.
Ja. Grapjes. Hier is de spelers lounge, dus hier zitten wij. Oké. Okay. Net als nu, we trainen om 3 uur. Ja. Over een uur, je kan aankleden. Sommigen gaan beneden naar de gym. Van de oefeningen doen. Ja, ja. We zitten hier ontspannen tafel tijdens het darten. Oh, relax man. We gaan daar zo ook kijken. Hé man, alles goed? Nee. Brian. Hi. Hey, geef maar een box. Box. Hi. Box. Kom op, Willem. Je keeper, hè? Een keeper. Geef maar een box. Box. Ja. Een echte. Echte mannen. Echte mannen. Waar zijn we nu? Wat moet je, Emma? Zo, hé. Goeiedag. Alles goed? Ja. Ja, lekker man. Eet smakelijk allemaal. Hé, hey. Skipper. Ga je me een box geven? Heerlijk. Vriend, gaat goed? Pieter, gaat het goed? Geef me een box. Gaat goed? Hey. Ben je van het rondkijken hier? Ja. Mooi man. Ja. Even lekker checken. Leuk. Er zitten allemaal jongens, moet je lekker een boxje geven. Vind ja, gaan we allemaal een box geven. Gedag zeggen. Een tafelvoetbal, kan je een beetje tafelvoetballen? Kijk hier, Pieter. Gaan we spelen zo meteen? Nee. Nee. Kijk hier, geef maar een box. Geef maar een box. Hoe is het? Goed? Ja. Ja? Hé, hey, eet smakelijk hè? Dankjewel. Geef ze een box. Geef maar een box. Kom maar, geef maar een box. Kom maar. Juist. Kom, nog meer box geven. Ja. Nee? Ja? Ja. Hier, geef maar een box. Goed zo. Kijk eens. En dan gaan we doorlopen. Kom maar, loop maar door. Geef maar een box. Box geven. Wie is het? Hoi vriend, ben je er weer? Hoi vriend. Ja, ik geen box. Hier, kom, geef een box. Lekker om. Dat je lekker bakje koffie. Ja. Bakkie vriend. Houd hem lekker. Ja. Ja. Hé, hey, die koffie is alleen voor echte? Echte mannen. Echte mannen. Maar wie is bij jullie de nummer 1 darter, Nassen? Hi, of Lex. Ja, echt? Ja, Zwinkels of Immers, man. Denk ik wel, ik zie hier altijd op hoog niveau gooien. Maar jij gooit nu wel, maar mik je ergens op of gooi je gewoon? Dat triple 20 is niet meer leuk. Nee? Ik wil iets anders gooien, dat is te vaak gooien. Nee, maar ik gooi maar wat. Maar volgens mij, Biele? Kijk eens, triple 12. Wil je ook gooien, Biele? Ja? Oh jee. Oké, dames en heren, doe je alsmaar. Oké. Rustig. Zo! 3! Ik dacht zeker een jaar of zo zonder clip. Weet je, maar alhamdulillah nog. Hoe was dat in die jaar? Hoe heb je dat beleefd? Ja, dan doe je gewoon heel veel andere dingen. Heel veel straatvoetballen, heel veel zaalvoetballen ook. Weet je, heel veel doek met te maken door de beentjes in de zaal. Heel veel, maar ja. Ik heb ook wel heel vaak bij een vereniging van een vriend van mij. Ik was zo voetbalgek dat ik gewoon, ik kon me zelf niet inschrijven, omdat ik natuurlijk ging voor het veldvoetbal, weet je, en dan speelde ik gewoon op een andere pasje mee. Weet je, gewoon een andere pasje, KVW pasje. Ik heb hier nog wel een verhaal over gegooid. Ja, dat je op zondag gewoon in Leiden nog een balletje ging trappen. Ja, oh ja, dat ook nog. Ja, dat is veld, maar ook zaal, als je van die pasjes nodig. Dan speelde ik gewoon op iemand anders een pasje mee. Alles om gewoon te voetballen, niet om iets geks te doen. Ja. Weet je, om echt aan je toekomst te bouwen was dat natuurlijk een hele moeilijke periode geweest. Maar uiteindelijk dacht ik van, weet je, dan moet ik wel wat gaan doen. Toen ben ik bij Kozakke Boys, een hele mooie amateurclub weliswaar, maar gewoon weet je, echt professioneel. Ja. Daar ben ik dan aangesloten. Ook voor mij belangrijk was dat ik een trainer was die altijd profvoetballer is geweest, Danny Buijs, weet je, die precies weet. Precies weet, goedemiddag, die precies weet hoe alles in elkaar zit, weet je. En toen heb ik dat gedaan. En, ja, heel mooi. Zo, Bilal. Bilal is echt goed aan het filmen, hè. En uiteindelijk heeft het niet lang geduurd. Ik heb 3-4 maanden, een half seizoen gespeeld bij Kozakke Boys. En er waren wat scouts langs de kant. Die wat contact hadden in Engeland. En zo ben ik in Engeland beland. Ineens zit je in Engeland? Ja, ineens. Subhanallah, ineens ging alles heel goed, weet je. En, ik was inmiddels 25, weet je, en dat is het merkelijk. Kijk, in je hoofd en, ja, ook, maar wat vooral dan opmerkelijk is bij mensen nu, van, oh, heel merkelijk, dat is het sowieso ook, weet je. Alleen,
ik heb wel altijd wel BBO's gehad in mijn vroeger jaar, maar daarna heb ik een gat gehad en lange tijd niet. En dan nog naar amateurs gaan op mijn 25-jarige leeftijd. Wat, dat heeft is voor jou, wat heeft het voor jou gevraagd, zeg maar, qua mentaal? Ja, weet je, zo verliefd op het spelletje, zo overtuigd van mijn kwaliteiten. Ik denk dat dat mij gewoon door de tijd heeft gebracht. Ik denk dat dat mij gewoon heeft gebracht door, ik hoef niet te denken. Ja, 2012. Ja, 2013. Ja. Het ging gewoon zoveel fijn, maar omdat ik gewoon plezier had. Dus ik stond niet stil bij de jaren of bij de maanden. Ik denk dat dat het is. Ja. Gewoon echt puur wat ik vandaag de dag nog steeds heb. Ja. Ik kan nu niet wachten als we zo moeten gaan trainen. Ja. Lekker een paar mensen hurren. Ja, moet gebeuren, weet je. En, dat is gewoon lekker. Uiteindelijk naar Engeland gegaan, Burton Albion. Gelukkig een Nederlandse trainer daar. Diana Troer was Jimmy Floyd, dat is een hele bekende legende eigenlijk, ja, Chelsea legende. Die man heeft echt van alles... Ja man, en die heeft me echt heel veel bijgeleerd. Op het veld, buiten het veld, tips die hij mij gaf, waarvan ik denk soms vandaag de dag dat hij het misschien nog niet eens bij stil zat, weet je, dat hij me dat heeft aangeleerd, ja. Maar ik ben daar zo dankbaar voor. Tuurlijk, je moet het zelf doen, tuurlijk, je moet zelf presteren en op belangrijke momenten, belangrijk zijn, goals gemaakt, assists gegeven. Weet je, waardoor we heel veel succes hadden bij die club. En, maar goed, ik ben nog heel erg dankbaar. Hele goede trainer. En toen ging hij naar Queen's Park Rangers. En dat was wel echt, toen ik dat had bereikt, ik ben met heel veel dingen rustig geweest en altijd overtuigd. Maar toen ik dat had bereikt, toen was er wel even een kipfilm. Dat is, Ja, toen ik het contract mocht ondertekenen bij Queen's Park Rangers. Het waren net gedegradeerd, het Premier League helaas. Maar goed, Championship was gewoon een top 10 competitie op de wereld. Ja, toen had ik wel even kipfilm. Ik kan die dag... Als vandaag herinneren, ik zat in het hotel. Kijk uit, hè? Lukt het, Bielen? Ja, we gaan vloggen. Doe je zo weer, stiekem. Even vloggen, zeg. Even vloggen. Zo, een tijdelijk. Het was een moeilijk veel moment. QPR gespeeld, een mooie tijd gehad. En nu hier bij Ado, man. En hier, alhamdulillah, gaat het ook heel goed. Ik ben blij als Rotterdammer natuurlijk dicht bij mijn ouders, dicht bij de rest van de familie die ik dagelijks kan zien. Rustig! Dagelijks kan zien. Als ik maar even wil, dan ben ik daar, weet je. Het is wel anders geweest in Nederland. 2,5 jaar nee, kijk uit, Wille. Ver gezeten van alles en iedereen, dan is het wel anders. Het is omdat al, ik ben gelukkig. Wat ik mooi vind, is dat je nu in de fase bent gekomen dat je ook maatschappelijk iets wil doen. Ja. Nou, in ieder geval, we kunnen jullie mededelen, je wordt ambassadeur van stichting dat is, Elk in de Bal. Dat is een mooie eer en dat doe ik met plezier. Wat doet een bal met jou als je in eerste instantie bal hoort? Wat? Als ik hoor en weet je hoe kleine kinderen zo grijnig zijn en op een gegeven moment hebben gevoetbald, dan zijn ze ineens heel happy. Weet je? En als ik weet wat een bal met mij doet, dat kan niet anders dan dat met elk andere kind ook hetzelfde is. Ja. Dat moet gewoon de medicijn zijn. De medicijn voor alles. Veel beter dan 2-3 euro die een klein kind geeft, of 5-4 en dan kan hij wat lekkers gaan halen. Nee, bal. Weet je, bal. En geen iPad en weet ik veel, wat ze allemaal tegenwoordig kijken, Bomba, al die dingen. Nee, 5-6 jaar. Elk kind een bal. Geef gewoon een bal. Elk kind een bal en lekker voetballen. Maar ik vind het wel heel mooi om ambassadeur te zijn van elk kind een bal. Echt mooi, man. En ik hoop dat we heel veel projecten samen kunnen aangaan. Ja, en ik hoop dat wij sowieso, denk ik, dat wij 5 ballen ergens bij jou in de wijk in Rotterdam gaan uitdelen. Dat zou wel mooi zijn, ja. En dat gaan we sowieso op korte termijn doen. Okay. Dus 5 ballen van elk kind een bal die voor jou zijn, gesigneerd. Okay. Die gaan wij gewoon in de wijk en dan gaan we gewoon kinderen opzoeken. Onwillekeurig. Dus bij deze hebben we dat al beloofd. Hou ik je aan. En als laatste, wat zou jij kinderen en jongeren mee willen geven? Wat zou ik ze mee willen geven? Sowieso nooit opgeven. Nooit opgeven. Maar ik denk wel het allerbelangrijkste is, je moet wel plezier houden in het spelletje. Weet je, plezier is alles. Plezier in voetbal, elke dag weer, dan moet het vroeg of laat goed komen, weet je. En gewoon positief blijven, dat kan niet anders, weet je. Dan het goed, weet je wat wel is, misschien klink ik wel op een bepaalde manier dat sommigen zullen denken van waar heeft hij het over, je moet nogmaals wel van het
van het spelletje. Ja, ja. Weet je? En als je van het, maar hoe kun je van het spelletje houden? Door het zo vaak mogelijk te doen, door positief te zijn. Weet je, voetbal brengt zoveel meer. Je voetbalt tegen onbekende spelers op straat. Je leert elkaar kennen. Weet je? Je verbindt elkaar. Je verbindt jezelf met elkaar, ook met onbekenden. Dat is toch mooi? Ja. En als je dan nog ook heel veel partijtjes wint die dag, dan is het extra lekker. Ja, man. Maar mijn advies aan iedereen is gewoon, weet je, heb plezier. Geef nooit op. Wat wil je, nog tegen Nasser zeggen? Eten. Hey Nasser, echt super bedankt. En mogen Allah je rijkelijk belonen. En dat je nog dit jaar nog even stevig gaat knallen. En hopelijk treffen we je volgend jaar hier weer. En dan gaan we een wedstrijdje bekijken. Ja, sowieso, man. Ja, toch? Dankjewel, man. Alleen maar liefde, why why? Yo, het Ibrahim, why why? Yo, het Bilal, yo, het Ibrahim, why why? Yo, het Bilal, yo, het Ibrahim, why why? Yo, echte mannen, why why? Positiviteit, why why? Activiteit, why why? Negativiteit, why why? Geen tijd voor, why why? In wegen door, why why? Brian Floyd.